Jeroen Rijsdijk vandaag 1-1 tegen Hardenberg, maar jullie zijn gewend dat jullie winnen van ze. Ja, maar we zijn vandaag zo slecht begonnen aan deze wedstrijd. En NHAC deed het gewoon hartstikke slim. Dus daar waar wij af en toe HAC wel eens wegcounterden, deed HAC dat nu andersom. Dus dat was goed gedaan. En dus HAC kwam terecht op 1-0 voorsprong. Was het ook een terechte uitslag, die 1-1? Nou, ik denk dat HAC de betere kansen heeft gehad. En wij waren wel gevaarlijk, denk ik, met die corners. Dat was toch elke keer wel echt vrouwen en kinderen eerst bij HAC. Maar ja, alla. Dus wij scoren 1-1 en daarna hebben zij ook nog volgens mij een goede kans die ze overschieten. Dus al met al was dit voor ons in ieder geval maximaal. Ja, wat je al zegt, een kans op de lat. Echt een hartstikke mooi schot van Hemmink. Een kans voor open doel die Enzasi mist. Ja, daar kom je goed weg dan. Ja, dat denk ik ook. Hoe kijken jullie nu naar de competitie? Want het seizoen is bijna voorbij. Hoe lastig is het dan om die motivatie op te brengen om die laatste wedstrijd door te komen? Speelt dat ook bij jullie? Want ik hoor het wel eens bij wat trainers die dan zeggen van ja, weet je, het winnen is belangrijk, maar meer dan dat is er ook niet. Nou ja, er is nog 7 wedstrijden te gaan, dus de competitie is nog lang niet over. Het is nog 2 maanden. Dus volgens mij moet je gewoon als sporter gewoon elke week het maximale uit jezelf halen. En dat moet motivatie genoeg zijn. Daarnaast zo hoog mogelijk eindigen, zo veel mogelijk punten pakken. Misschien wel het aantal punten van vorig jaar verbeteren. We hadden vorig jaar 49 en we staan nu op 39, dus nog 10 te gaan. Ja, dus dat zijn dat doelen die je voor kunt stellen. Maar is er dan niet iets dat je mist, iets van een competitieverbandje nog erbij? Ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt in de Eredivisie, daar speel je dan nog voor de play-offs. Hè? Dus daar speel je tot en met plek 8 nog voor een prijs. Dat is bij ons aan de bovenkant in ieder geval niet het geval. En vooral aan de onderkant, dat is vorig jaar ook al een aantal keer gezegd. Dus 2 rechtstreekse degradanten, 2 PD's. Ja, dat is wel wat veel van het goede als er maar 1 promovendus is. Dat is nu ook niet, hè? Dus dat is er ook uitgesloopt. Dus je kan alleen kampioen worden voor de eer. En er gaan er 4 om het negatieve spelen. En dat is best wel een scheve competitie. Dus moet je je eigen doelen maar bepalen? Ja, dat zijn we aan het doen, ja.